Stichting Joden Savannah heeft afgelopen zaterdag haar eerste vakantie-archeologie-vrijwilligersproject succesvol afgesloten. De 12 vrijwilligers die deelnamen aan het project kregen een certificaat. Gedurende 6 dagen leerden zij hoe artefacten op te graven en te registreren via officiële archeologische standaarden. Met dit project wil de stichting bijdragen aan de kennis van de gemeenschap over archeologie, maar ook haar kennis verrijken over de geschiedenis van Joden Savannah en Suriname. In het kader van het IDB Minor Fruits Project zullen in de verschillende districten van Suriname Formal Field Schools worden opgestart. Het ministerie heeft al 9 contracten gesloten met ondernemers om dit doel te verwezenlijken. Merkwaardig is dat de 10e ondertekening heeft plaatsgevonden met een agro-ondernemer met een auditieve beperking in het district Boanica. Net als bij de 9 andere geselecteerde agro-ondernemers zal er op zijn landbouwareaal een demonstratiepilot van Marcusa worden opgezet en een Farmer Field School worden opgestart. En de leiding van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname, BBS, is afgelopen vrijdag overgedragen aan een interim management team. Justitieminister Kenneth Amoksi zegt niet tevreden te zijn met hoe zaken bij de BBS verlopen, vandaar dit besluit. De minister zei dat dit de derde leiding is tijdens zijn periode als minister. Hij geloofde erin dat er vanuit de BBS zelf de organisatie gereorganiseerd zou worden, maar hij weigert op te geven omdat hij deze dienst representatief wil maken.